Mega Jere, dat we dat passie en we actie rekenschap geven. Zij de en behandel de leraren op zo'n manier. De onbevoegde leraren. Hallo minister, de onbevoegde leraren zijn hier. Handen af! Handen af! En we zijn niet onbevoegd. We zijn gekwalificeerd. Zeker. En we hebben een diploma van het IO. En nu willen ze het IOL. Opdoeken. Alle structuren worden door deze regering kapot gemaakt. Ze maken politieke partijen kapot. Ze maken organisaties kapot. Ze maken stichtingen kapot. Maar het IOR maken ze niet kapot. We hebben daarnet met de onderdirecteur gesproken. Ze heeft aangegeven dat de minister niet binnen is en de directeur is ook niet binnen. Maar ik heb een boodschap achtergelaten voor de minister. Ik heb aangegeven dat we moe zijn van het optreden van deze minister naar de leerkrachten toe. En dat het een keertje moet ophouden. We geven de minister een week de tijd. We hebben een brief gestuurd naar de minister, gedateerd 30 april van dit jaar. En we hebben daar aangegeven de knelpunten binnen het onderwijs. En dan gaat het niet alleen maar om basis, maar het gaat over de hele linie. En de minister heeft tot op heden niet gereageerd. Omdat ze niet kan. Ook al. Is onmacht en onkunde. Ja. Maar die boodschap, ik heb duidelijk aangegeven van, als we binnen één week niet worden ontvangen om te praten over die knelpunten. En we willen ook praten over het IOL. We willen praten over alle problemen. Als die minister binnen een week ons niet uitnodigt, dan zullen we consequenties daaraan verbinden. En dan gaat die hele tent gong. Belangrijk is dat ze moeten weten, als u maar komt aan één leraar die vandaag aan deze actie heeft meegedaan, dan is het woord. Tweede streng. En eigenlijk beledigt die president ons om ons op te zadelen met zo'n oude vrouw. We hebben een jong kader nodig om ons op te trekken. Iedere keer worden we weer op een verschrikkelijke manier beledigd door deze president. Als het niet is een minister die niet weet te praten, dan is het eentje die heel onfatsoenlijk naar ons toe is. Ze is ook onbevoegd om leiding te geven aan het ministerie. Dan wil ze over mijn bevoegdheid komen praten en van jullie. Hoe dare haar? Nee. Wat voor gedonder is dat? Het moet ophouden, we moeten deze dingen niet meer pikken. Nee. Want we zijn geschoold. Drie kwart wat hier een positie heeft in het land. Het zijn minister, het zijn assembleelid, het zijn arts, het zijn advocaat, het zijn rechter. Heeft les van ons gekregen. Hebben tijd nodig. En als je geen onderzoek doet, als je je voorwerk niet doet, dan gaat die mislukken. Zoals die kassafabriek is mislukt. Zoals naschoolse opvang is mislukt. Zoals de woningbouw 8000 woningen is mislukt. Zoals die twee haven. Het gaat mislukken. Vrij over. Het gaat mislukken. Want we zijn hier geneigd.
morgen altijd uitvoer kan brengen. Je moet gaan studeren. Wat ik nog wil zeggen ten aanzien van de acties op het IOL, ik heb de OD duidelijk aangegeven dat zolang die minister niet met ons aan tafel gaat zitten, dat we die acties niet gaan opschorten. We moeten eerst praten en we moeten tot vergelijk komen, dan pas gaan we die acties opschorten. Akkoord? Strijden, strijden!